Hallo, welkom in de online marktplaats van de Bibliotheek Amsteland. In deze workshop Maak een Scratch Game gaan we een game maken met de programmeertaal Scratch. We gaan een honkbal spelen, ballen laten vangen. Je kunt punten verdienen, maar ook levens verliezen. En naarmate je meer punten hebt, des te moeilijker wordt het spel. De workshop bestaat uit twee delen. Dit is het eerste deel, waarin je leert een figuur te laten bewegen en een bal te laten vallen. Kijk, dit is het speelveld, dit is het programmeerveld en hier links zijn alle mogelijkheden om mee te programmeren. Rechts zie je een kat. In Scratch wordt een dier of een figuur een sprite genoemd. Dat zie je hier ook onderin, zie je het katje staan. Nou, ik wil hem niet meer, dus ik ga met mijn muis op het prullenbakje staan. Ik klik erop en weg is hij. Dan ga je rechts onderin, kies een sprite, klik daarop en dan kom je in een scherm met heel veel sprites. Scroll er even doorheen, kies een leuke sprite uit. Ik ga voor Casey. Daar is Casey. Ik zet hem in het midden, onderin. Ik vind hem alleen nog een beetje groot, dus ik ga hier naar grootte. Kan ik hem aanpassen en ik zet hem op 80. Kijk, daar wordt hij kleiner. Nu ga ik ook nog een achtergrond uitkiezen. Rechts kies een achtergrond, klik erop en dan kom je in heel veel achtergronden. Ik ga voor baseball, honkbalveld. En kijk, dat ziet er zo uit. Nou wil ik dat Casey straks van rechts naar links en van links naar rechts kan bewegen om die ballen te vangen. Hoe ga ik dat doen? Ik ga eerst naar gebeurtenissen en ik pak dan dit blok wanneer op de groene vlag wordt geklikt. Dat betekent straks in het spel, als ik op deze groene vlag klik, dan wordt alles wat hieronder is geprogrammeerd in werking gezet. Nou, ik wil veel herhalen, dus ik ga naar besturen en ik pak het herhaalblok. Dat is deze. En wat ik nou wil, is dat als ik straks op het rechter pijltjestoets druk, op het toetsenbord, dat Casey naar rechts beweegt. Dus ik pak het als-dan blok. En die zet ik in het herhaalblok. Daarna ga ik naar waarnemen en ik pak dit blok, toetsspatiebalk, ingedrukt. En die sleep ik hierheen. Je ziet nu een wit randje verschijnen. Dat wil zeggen dat hij contact maakt met het blok. En als ik loslaat, kijk, dan zit hij erin. Nu moet ik wel nog even spatiebalk aanpassen. Dus klik even op dit pijltje en dan ga je naar pijltje rechts. Nou, wat wil ik als ik op het pijltje naar rechts klik op het toetsenbord? Wil ik dat hij 10 stapjes naar rechts toe gaat. Nou, dat kunnen we testen. Klik op de groene vlag en ik druk op de pijltjestoets naar rechts. En kijk, Casey loopt naar rechts. Nou, ik wil hem ook naar links laten lopen. Dat doe ik door op dat oranje als dan blok te gaan staan. En dan op mijn rechtermuisknop te klikken. En dan kies ik voor kopie maken. Nou, dan zie je dat hij een kopie maakt. Zet dit blok eronder. Wel in het herhaalblok. En ga dan even dat pijltje rechts, daar moet je pijltje links van maken. Dus ga even weer op dat pijltje staan en kies voor pijltje links. Nu moet je wel nog dit getal aanpassen in min 10. Als hij namelijk naar links loopt, is het een mingetal. Loopt hij naar rechts, is het een plusgetal. We gaan het testen. Klik de groene vlag in. Ik klik op de pijltjestoets naar links. En kijk, Casey loopt naar links. Oké, dus Casey kan nu bewegen. Ik wil dat als ik aan het begin van het spel op de groene vlag klik, dat Casey dan teruggaat naar zijn startplek, hieronder in het midden. En dat doe ik met dit blok. Ik ga naar beweging en dan ga naar XY. Dat blok sleep ik naar onder het blok met de groene vlag. En dan laat ik even Casey een stukje naar rechts lopen door op de pijltjestoets naar rechts te klikken. Ik stop het spel en dan start het spel opnieuw. En kijk, hij schiet vanzelf terug naar zijn startpositie, zijn startplek. Ik wil nu ook nog dat Casey ballen gaat vangen. Ik maak dus een nieuwe sprite aan, hier rechtsonder, kies een nieuwe sprite. En ik kies voor de baseball, de honkbal. Daar is die. Je ziet dat het programmeerveld hier nog leeg is, want ik heb de honkbal nog niet geprogrammeerd. Als je naar Casey gaat, zie je, oh gelukkig, daar heb ik wel al van alles geprogrammeerd. Dit is heel belangrijk om te onthouden. Vraag je steeds af als je gaat programmeren, zit ik in het goede programmeerveld van de sprite die ik wil programmeren. Nou, ik ga nu de honkbal programmeren, dus daar sta ik nu in. En ik ga hem eerst kleiner maken, ik ga hem halveren, ik zet hem op 50.
Kijk, daar is die kleine. Wat ik nu wil, is dat de bal van boven naar beneden gaat vallen. Hoe ga ik dat nu doen? Nou, ik moet eerst even naar gebeurtenissen. En daar moet ik even het blok ophalen wanneer op de groene vlag wordt geklikt. Want anders kan de bal niks doen in het spel. Dan ga ik naar besturen. Want ik ga weer het een en ander herhalen. Dus ik haal het herhaalblok op. Wat wil ik nu? Dat de bal naar beneden valt. Dus ik ga naar beweging. En ik pak het blok verander ei met. Ik maak hier een mingetal van, want hij valt van boven naar beneden. Dat is altijd een mingetal. En de snelheid wordt 3. Nou, ik klik even op de groene vlag om te testen. Ik hang de bal bovenin. En kijk, de bal valt met een snelheid van 3 naar beneden. Nou, je ziet dat die bal naar beneden blijft liggen. Er gebeurt niets meer. En wat ik wil, is dat als de bal op de grond valt, dat de bal dan vanzelf weer terug naar een willekeurig plekje ergens bovenin gaat. En van daar weer naar beneden valt. Dus ik weet van tevoren niet waar vandaan de bal komt. Om dit voor elkaar te krijgen, ga ik naar besturen. En daar haal ik het blok alsdan op. En die zet ik in het herhaalblok onder verander ei met. Dan ga ik naar functies en kies voor dit blok. Dat is kleiner dan. En dan ga ik naar beweging en dan scroll ik helemaal naar beneden en haal hier ei-positie vandaan. En die plaats ik hier in dit vakje. En ik zet het getalletje op min 170. Dan ga ik weer naar bewegen en dan haal ik dit blok op. Ga naar X, Y. En hier ga ik naar functies, willekeurig getal tussen. En hier vul ik in min 220 en hier vul ik in 230. En achter de Y vul ik in 140. Nou. Ik klik weer op de groene vlag en laat even zien wat de computer nu begrijpt. Oh ja, ik moet nog even de bal bovenin hangen. De bal valt met een snelheid van 3 naar beneden. Als hij onderin het veld belandt, gaat hij vanzelf weer terug naar een willekeurig plekje ergens bovenin. En vandaar valt hij weer naar beneden. Dus ik weet van tevoren niet waar van boven de bal naar beneden komt. Nou, wat ik ook nog wil, is dat als ik op de groene vlag klik, dus het spel begint, dat dan ook die bal ergens van bovenaf naar beneden valt. Dus vanaf een willekeurige plek, dus dat ik het van tevoren niet weet. Dan ga ik gewoon even op dit blokje staan en met mijn rechtermuisknop kopie maken. Kijk, en dan plaats ik hem onder het blok van de groene vlag. Wat ik ook nog wil is dat als de bal Casey raakt, dat dan ook die bal weer direct naar boven gaat en vanaf een willekeurige plek naar beneden valt. Nou, daarvoor moet ik eerst even naar besturen. En dan sleep ik het alsdan blok. Sleep ik even naar het herhaalblok. Dat zet ik onder het laatste alsdan blok. En ik ga naar waarnemen. En nu sleep ik het blok raak ik muisaanwijzer. Die sleep ik daarheen. Die muisaanwijzer, daar maak ik Casey van. En dan ga ik dat blok weer kopiëren en plaats dat onder raak ik Casey. Ik wil ook nog wel dat de bal een geluidje maakt als die Casey raakt. Dan ga ik naar geluiden. Ik haal startgeluid pop op. Die plaats ik hier onder raak ik Casey. En ik wil dat niet al te lang laten duren. 1 seconde is best lang in dit spel. Ik maak er 0,1 seconde van. Dus dan laat hij dat geluid heel kort horen. Even de groene vlag. En dan gebeurt het volgende. Aan het begin van het spel valt de bal vanaf een willekeurige plek bovenin met een snelheid van 3 naar beneden. Als de bal Casey raakt, dan hoor je het geluid pop. En gaat hij weer terug naar een willekeurige plek bovenin, van waar hij naar beneden valt. Ook als de bal op de grond belandt, gaat hij terug naar een willekeurige plek bovenin en valt dan weer naar beneden. Dit was het eerste deel van de workshop Maak een Scratch Game. Je hebt geleerd een figuur te laten bewegen en een bal te laten vallen. Volgende week in het tweede deel van de workshop leer je punten en levens aanmaken en het einde van een game programmeren. Wat je nog even niet moet vergeten is je game opslaan.
Ga hiervoor naar bestand. Ga dan naar opslaan op je computer. Geef je game een naam, hierachter bewaar als. Plaats hem in de juiste map, zodat je hem niet kwijtraakt. En klik op bewaar. Oh, ik had mijn game al eerder opgeslagen, dus hij vraagt nu om het oude bestand te vervangen. Dus ik klik op vervang. En nu is alles opgeslagen, dat wat ik tot nu toe heb geprogrammeerd. In het boek Games ontwerpen voor kids voor dummies lees je meer over programmeren met Scratch. Je kunt het boek lenen in de online bibliotheek. Ik hoop dat je veel plezier beleeft aan dit eerste deel van de workshop. Tot volgende week!